Yo, voetbal / t-shirt kijkers. Wat is voetbal? Dat is een bal waar je mee kan schieten en kunstjes kan doen. Wat is een t-shirt? Wat we allemaal aan hebben. En wij hebben via vakantieveiling kunnen we meedoen voor een mystery t-shirt van een voetbalclub. Ja, ja. En dan heb je veel geld bespaard. Money, money, money. Is een fan, hè? En nu gaan we dat open doen. Ja, ja, we gaan dat open doen. We weten niet van welke club, want ik heb het nog niet opengemaakt. Dus je kunt Mystery Voetbalbox. Dus daar. Mystery Fusoolbal. Is denk ik dat. Box. Botta Foot Mystery. Mystère. Mystère. Français. I don't know. Maar nu ga ik het echt open doen. Wacht even. Oh. Maar ik mag het niet zien. Jullie mogen het wel zien. Jullie mogen het eerst zien. Deze is het. Jullie kunnen het nog niet zien, want die staat op. Kijk. We hebben een plastic ding gekregen. En deze is een voetbalt-shirt. Even open doen. Ja, ja. Ik speel bij LC bij de voetbalclub en ik ben nu naar een andere club, ik ben naar deze club. En hier staat op de achterkant, dat kan je het beter zien, deze club. En deze is opgericht in 1905. Het stadion is Grote Brug Stadion. Ik heb tijd of zoiets. Welk land? Welk land? En nu horen jullie niks meer, want de geluid is weggevallen. Maar het land is Duitsland. Ja, ja. En ja, mijn geluid is weggevallen. Dus nu kan ik commentaar opnemen de hele tijd. En het is Duitsland en ze hebben veel dingen gewonnen. En ze hebben deze club opgericht in 1905. Het is Duitsland en zo. Dus ik speel nu even bij Duitsland. Ik geef nu allemaal info, maar ik weet niet meer welke, want mijn geluid is weggevallen. Ah, hier zeg ik, ze hebben deze allemaal gewonnen. Ja, ja, allemaal gewonnen, ja, ja. Maar ik ken die club niet, want ja, dat is weinig, want ik ken alleen maar Real Madrid, Barcelona, Manchester City, omdat die zo'n veel dingen hebben gewonnen, maar ik ken nog andere clubs, zoals de beste club OC natuurlijk. En dan ga ik dat nu aandoen, mijn nieuwe voetbalclub, ja, ja. Oké, nee, ik ben niet... Ik speel daar niet echt, ik speel bij de OC natuurlijk, ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. En ben je naar deze echte club gegaan? Spijtig, ik speel nog steeds bij OC. Goede club trouwens, omdat ik daar speel en een paar vrienden van mij. En dan ook goede vrienden van de voetbal. Goede vrienden van de voetbal. Voetbal. Hè? Voetbal is voetbal. En nu ga ik het aandoen. En deze is de voetbal t-shirt. Ik voel me nu echt Duits. Staat er een naam hierop, nee. Assistent? Nee, er staat geen naam op, spijtig. Maar ik voel me nu echt Duits. Lode. Ich bin Lode und ich spiele in der Bundesliga. Ui. Ja. Jawohl, jawohl. 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 Mijn geluid is weer teruggevallen. Maar ik kan spreek Dutch. Want ik spreek Dutch, want ik... Ik ben 10 jaar oud. Ik ben 11. Ik speel bij Ulrichi, niet bij Duitsland. Ik ben van België. Ik kan spreken Duitsland, Frans en Nederlands. En hij spreekt nu Duits. En hij heeft dit t-shirt aan.
Yes, jawoele, 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 jawoele